Hallo allemaal, ik heb vandaag een heel leuk project. Ik heb een tasje gemaakt en dat tasje heb ik gemaakt met garens uit dit hele grote pakket. Het is allemaal acrylgaren. Het is garen waar een gewoon draadje in ieder geval, maar ook garen waar een glitterdraadje in zit. Dat kun je zo op een afstandje niet zien, maar dat geeft echt ontzettend leuk effect. En ik heb dit tasje gemaakt, dus dat is, ik krijg een beetje jaren 60, een beetje flauwe power gevoel met franjes onderaan. En dat tasje staat helemaal beschreven. Het is ontzettend simpel. Het is natuurlijk een rechtlapje wat je op een gegeven moment dubbelvouwt voor de klepper aan. Dat staat allemaal in het patroon. Dus dat is te simpel voor woorden. Het is een heel leuk beginnersprojectje ook. Ik ga jullie dus geen details meer geven over het patroon zelf, want dat lukt allemaal. Ik ga jullie een foefje leren hoe je een knoop aan kunt zetten. En zodat de knoop wat verder naar voren komt, zodat de sluiting, het lusje er heel makkelijk omheen kan. Kijk. Hier is een lusje aangehaakt en het is de bedoeling dat dat de sluiting wordt. Dus daar moet de knoop onder. Dus je kijkt eerst hoe de tas sluit en waar je knoopje moet komen. Nou, dat is dus hier. Nou, ik heb eventjes een stopnaald gepakt, dus een grote naald met een wat groter oog eraan. En hier moet mijn knoop komen, dus ik maak hier eventjes mijn garen aan vast. Dat doen we even zo met een extra steekje. Kun je dat altijd nog kort wegknippen of je kunt van achter naar voren door de tas heen steken. Dat maakt niet zo heel veel uit. Waar het nou om gaat, die knoop die moet iets naar boven komen. Want die sluiting, die lus, die moet er omheen. Dus als jij die knoop helemaal stijf op dat haakwerk zet, dan krijg je dat ding nooit gesloten. Dus als je nou je knoop aannaait. Nou, dit is echt heel simpel, maar het werkt wel altijd. En je pakt een cocktailprikkertje of een satéprikker of wat dan ook en die leg je ertussen. En je steekt dan aan de andere kant, even kijken of ik het goed doe, aan de andere kant van die satéprikker weer naar beneden. Kijk, dan heb je vanzelf de afstand tot je werk. Dat is eigenlijk de dikte, de doorsnee van je knoopje. Ik moet het nog even een keertje doorsteken. Die moest ik hebben. Ik steek eigenlijk heen en terug door die knoop heen, links en rechts van mijn satéprikker. Daar en daar. En dat doe je nog een keertje. Waar was ik begonnen? Hier was ik begonnen. Ja. Zo en zo. Nou, dan zit hij eigenlijk al vast. En als je nou aan de zijkant kijkt, dan snap je precies wat ik bedoel. Kijk, dat is de dikte van je satéprikker. En zover staat je knoop nu van je werk af. Dus als ik die prikken eruit haal, dan zie je hoe makkelijk het is om die tas te sluiten. Zie je dat? Die knoop die staat een heel stukje naar boven toe. En die sluiting die past mooi om die knoop heen. Heel ouderwets trucje, maar het werkt nog steeds. Nou, dat is toch een handige tip, nietwaar? Ik zou zeggen, lekker aan de gang gaan. Koop dit leuke pakket met alle mooie kleurtjes. Er zijn verschillende variaties liggen er in de winkel. Er zal er vast eentje bij zitten die je leuk vindt. Veel plezier ermee en tot de volgende keer.